Absoluut trots. Absoluut. Heel trots, maar tegelijkertijd ook heel zuur. Dat is topsport, dat is voetbal. Maar ik ga eerlijk zeggen, ik had hem vandaag toch heel graag gewonnen. Ik denk ook dat we dat verdienden. Eerste helft denk ik dat we even knie waren, hè, beide ploegen. Dat Tobin ons ook een keer heeft rechtgehouden. Maar dat we zeker ook goede druk hadden op de tegenstander. Maar we hebben dat veel verder nog doorgezet in de tweede helft. Om het met de woorden van de coach van Liverpool eigenlijk mee te geven. Hij heeft gezegd van ja, kijk, je hebt ons gewoon in de tweede helft weggespeeld. Vind ik het heel jammer dat we onze kansen eigenlijk niet benut hebben. Maar dat is voetbal. En je voelde dan na de wedstrijd dat de jongens van Liverpool super blij waren dat ze de penalties gehaald hadden. Ik denk dat we heel trots mogen zijn. De manier waarop dat we deze Youth League hebben aangepakt. Dat we steeds dominant hebben proberen te zijn. Vandaag de eerste helft, oké, dat was dan wat al moeilijker gespeeld tegen een veel stugger team. Maar dan voelt je dat we doorgroeien en in de tweede helft dat die jongens helemaal tot hun kwaliteiten komen. Dus chapeau aan alle spelers die in deze Youth League gespeeld hebben. Want we hebben geen één match verloren, geen enkele match verloren. En dat maakt het dan extra jammer dat je er op die manier uitgaat. Maar de manier waarop, denk ik, ben toch trots. Ja, absoluut.